Alsjeblieft. Met mijn lekkere rode tilapia heb ik gebakken. Oh, plotseling, boei. Kwam een jonge kerel. Ze had haar eigen bedrijf, stress en dan ging ze veel Red Bull drinken. Chik, chik, peer, barley. Zeker weten. Klopt inderdaad wat u tegen Anoushka zei. Welkom bij Madhu Vlogs. Een kanaal waar u eet- en vlogvideo's te zien zal krijgen. Like, subscribe en druk op het bellicoontje om een notificatie te krijgen van de nieuwste video's. Hey, ja, lieve kijkers, ik ga lekker smullen. Met mijn lekkere rode tilapia heb ik gebakken. Even een stukje proeven hoor. Welkom. Eet smakelijk. Mmm, lekker. En ik heb vitamine hier, geperste sinaasappelsap. Eigenlijk lekker gezond doen vandaag. Ik zou zeggen, lieve mensen, eet smakelijk. Ik ben naar werk gegaan. Ik heb heel veel gekookt voor die mensen daar. Maar ik had geen trek. Ik dacht, nee, ik heb mijn vis gemarineerd, dus die moet ik eten. Snap je? En dan heb ik snel gekookt, gedoucht. Alsjeblieft. Vandaag was ik even op de markt. Lieve kijkers, je wil niet weten wat mij overkomt, hè. Het is zo leuk. Al mijn fans die mij zien, ontmoeten, komen ze gelijk rennen naar me toe. Mevrouw, u bent toch van YouTube en van de vlog? Ik zeg ja. Daar heeft een mevrouw die mij heeft gezien, mooi netjes gegroet. En toen was ik, liep ik verder. Nou, plotseling, boei, kwam een jonge kerel. Hij rende op me af. Ik schrok. Mevrouw, wat leuk. Ik ken u van YouTube. Ik zeg ja. Ik zei, oké, en? Ja, ik volg je programma elke dag. Elke keer als ik zit, ga ik alles kijken. Ik vind het zo fijn. Mevrouw, u doet het heel goed. Ik ben trots op u, hoor. En hij begon mij te omhelzen. En dat vond ik zo fijn. Hele aardige jongen. Het was iets van 30 jaar. En toen zei hij, mevrouw, mag ik een foto met u? Ik zeg ja hoor, daar heeft hij op zijn telefoon, mobiel telefoon zo, samen mij vastgehouden, mooie foto gemaakt. Dus zo was ik blij. Ja, zo zie je die mensen hè, alle mensen. Die herkennen me gewoon, of met mijn pet, of met mijn stem, weet je? Ik vind dat echt leuk hoor. Het is prachtig dat mensen zoveel eerbied voor je hebben. Dus daar doe ik het voor. Ga ik mooie berichten lezen straks? Ja. Pijn of geen pijn? Ik heb zo'n pijn in mijn heup. Ik heb afspraak gemaakt. Morgen is donderdag. Ga ik naar het ziekenhuis om een foto te laten maken. Maar het is verschrikkelijk, die pijn, lieve kijkers. Ja, is niet fijn, maar het is zoals het is. Maar ja, pijn of geen pijn? Gewoon je ding doen. Snap je? Dus, bezig houden. Het is overheerlijk. Maar weet je wat? Ik ga een beetje lemmetje chutney halen. Van de koelkast. Nou, dit is mijn lemmetje chutney wat ik heb gemaakt. Peper en lemmetje. Met een beetje zout. Ga ik een beetje strooien. En lekker eten. Zo. Even proeven hoor. Want ik lust een beetje zuur. Nu is het lekker. Ik hou van mijn lekker eten hoor. Lekker eten, lekker groente, vis. Echt mijn favoriet. Peper is niet heet. En dan gaan we nu de comments van de lieve kijkers even zoeken. Ja, op Madhu Vlog. Kijken hoor. Wauw, zulke mooie berichten. Wauw, mijn eerste keer shoppen in Costco Canada. My first day. We hebben geshopt als een gek, hè, lieve kijkers. Dat schrijft Mariska Mahangu. Hoi Mariska. Mariska schrijft. Dag mevrouw. Ik heb weer genoten van jullie leuke vlog. Klopt inderdaad wat u tegen Anoushka zei over die Red Bull. Ja. Oh, ze heeft mooie grote bericht geschreven. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn zusje. Ja, de Red Bull is niet goed, hè. Kijk, eens in zoveel tijd mag je eentje drinken. Maar niet zoveel, hoor. Toen ze in Nederland woonde bij mij,
En dan was ze heel dik geworden. Ja, ze werkte hard, ze had haar eigen bedrijf, stress. En dan ging ze veel Red Bull drinken, weet je. En toen had ik met haar gesproken van, no, ze is niet goed. Was ze gaan stoppen en toen was het mooi afgevallen. Dus dat. En dat schrijf Mariska nog. Dan geeft zij precies hetzelfde antwoord terug. Net als Anoushka. Ja. En heel toevallig wat mijn zusje heet. Ook Anoushka. Zo, dat is fijn. Wauw. Zodra ik uw dokter zie, dan moet ik gelijk aan mijn eigen zusje denken. Leuk toch? Goed dat u alles geproefd heeft bij Costco. Die dorade ziet er lekker uit. Heerlijk en vers. Ja, het was ook vers hoor. Want u, Adiri. Ja, zo leuk om te zien dat u ook in Canada bekend bent. Wanneer gaat u weer naar Canada toe? Als u Anoushka weer spreekt, doe haar de groetjes. Zeker weten, lieve Mariska, ga ik doen. Ik zie er op FaceTime, hè, elke dag we praten. Weet je, van alles en nog wat. We hebben een leuke tijd gehad, dus het is heel fijn. Dankjewel voor je mooie berichten. Dan heeft Sakina. Hoi Sakina. Sakina schrijft. Mooi vlog van moeder en dokter. U Betty is heel mooi. En vrolijk stem. Ook die kat is wauw mooi. Die is mijn schatje. Die kat, Moemoen, is mijn schatje. Lief. Dankjewel Sakina. Daar heeft Anoushka Doud gereageerd. Maar is het lekker? Ik ga voor hetzelfde 2 kilo riblap en half kilo secreto voor weinig. Oké, ik heb het niet zo goed begrepen, maar maakt niet uit. Dankjewel voor je comments. Hartstikke bedankt. Maar wel een hapje nemen. Het is een beetje somber weer vandaag, man. Het gaat regenen. Ik zie dat het donker wordt. En het is pas 3 uur. Als ik een hapje niet neem, wordt mijn eten koud. Het is zo lekker. Ja, ik maak elke dag leuke dingen mee hoor, op straat of als ik ergens ga. Iemand die heet Katappa Katappa. Zo grappig. Hi Katappa Katappa. Die persoon schrijft, mevrouw Madhu, wat een leuk vrouw ben je. En je dochter is zo mooi en stoer. Ik hou heel erg van uw vlogs. Heel grappig. Ja, we doen het ook gezellig hoor. Elke zondag wacht ik op een nieuw vlog. Ga zo door. Dankjewel. Katapa, katapa. Mooie comments. Ja, dus elke zaterdag, zondag gewoon de vlogvideo van Madhu Vlog kijken. Er komen hele mooie avonturen, gezellige en alles, weet je. We hebben heel gezellig gedaan in Canada, snap je? Dus gewoon blijven volgen. Het is gezellig en dan houdt mensen ook een beetje vrolijk, hè. Daarvoor doe ik het. Dat is leuk. Back to work after my vacation and visiting. Dat is de titel. Boss Lady heeft geschreven. Je was in Leidse Rijn. Daar woont ik. Je bent naar de wal geweest bij Daklon en naar Antonius zag ik. Oké, dankjewel. Chitra Kali Singh. Om naar te kijken. Canada staat op mijn verlanglijst als vakantiebestemming. Is het leven daar wel redelijk? Lieve Brassa van mij en ook voor uw dochter. Ze is ook zo cute. Met mooie hartje en zie je dit? Dankjewel. Ja, Canada is duurder. Vergeleken Nederland is verschrikkelijk duur. Lieve mensen, ik zeg het je. Ja, mijn dokter klaagt elke dag maar dit, maar dat. Kijk, laatst heb ik sinaasappel hier gekocht. 10 stuks voor 3 euro. Zij appde mij maar van ik heb hier 6 sinaasappel voor $8 betaald. Of $11. Ik heb gelijk een foto gemaakt. En met die prijs. En ik heb dat laten zien. Ze zegt, mijn god, maar zie je zo goedkoop daar. Ik zeg, vroeger was het nog goedkoop. Ja toch mensen, vroeger waren dingen ook hier heel goedkoop. Maar Canada is verschrikkelijk duur. Ja.
Dankjewel, Chitra. Oh, dat schrijft zo. Zo grappig hoe u zo met die grote winkelwagen loopt. Ja, dat gebruikte ik als ik moe was. Zo groot in die winkels. Dan werd ik moe. Dan ging ik een beetje op die karretje hangen, weet je. Dan steunde me. Dan kan ik de hele dag gewoon shoppen. Dat is leuk. Elina Jawan. Hi Elina. Elina schrijft. Heel leuk en gezellig samen winkelen. Ja, zeker weten hoor. Fijn dat u geniet. En lekker proeven. Ja, als je in de winkel ga je. Bij Costco is heel groot. En dan liever ga je niet eten. Ga met lege maag. En daar ga je van alles en nog wat krijgen. Om te proeven, om te drinken. Boy, mijn buik was helemaal vol. Ik kon er niet meer. Maar ja, proeven betekent je moet ook kopen. Maar ja, je bent niet verplicht. Maar we hadden wel een paar dingen gekocht. Dat was wel fijn. Dus Costco, volgende jaar als ik ga, ga ik speciaal naar Costco, ga ik alleen proeven. Van alles ga ik proeven. Dat laat ik jullie weten hoor. Zeker weten. Er heeft iemand gereageerd, die heet MM. Dan schrijft hij, chik chik peer barley. Zeker weten. Yummy, ik heb ook trek in dumpling. Leuk vlog weer hoor. Groetjes, Sadhana. Groetjes terug. Ja, chik chik peer barley. Zeker weten. Het is gratis toch? En je proeft van alles en het is zo lekker. Heerlijk. En dan weet je ook wat je hebt geproefd, dan weet je wat die dingen zijn. Weet je, kijk, meestal weten wij in ons land wat wij hebben. Maar als je buitenland bent, dan weet je al die gerechten niet, weet je. Dus dan ga je proeven, dan geven ze jou om te proeven. En dan ga je kopen. Bimla schrijft, hoi Bimla. Altijd gezellig, hij, moeder en dochter. Ja, zeker. Mensen schrijven. Artijado. Die schrijft, die vis lijkt niet op botervis, het lijkt op zeekrobia. Botervis lijkt anders, ja zeker. Ja, het was zeevis, weet je? Dorado. Oké, iemand heeft gereageerd, die heet Mama Banana. U moet niet zeggen, jullie gaan mijn vlogvideo zien. Je moet gewoon zeggen, jullie gaan mijn vlog zien. Oké, dankjewel voor je tip. Leuk. Oké, Mariska, die schrijft weer. Dag mevrouw, dankjewel voor uw tip over het bakken van vis. Wat goed om te zien dat het goed gaat met u. Ja, dankjewel. Nou ja, alles wat klimt is niet goud, hè. Dus dat moet je ook weten. Maar ja, we doen ons best, hè, mensen. Rolita Munasin. Hi Rolita. Rolita zegt, eet smakelijk, leuke vlog. En ja, is zeker goed om te bidden. God moeten we niet vergeten. Je bent een sterke vrouw, kom zeker goed. Ja hoor, bedankt. Ja, ik hou van mijn kerk. Oké, dat is een body verder, die schrijft. Hi body. Body heeft gevraagd. Eet smakelijk. Heeft u ook een recept met olie, sardine en aloe? Oké, gaan we doen. Ik denk dat ik volgende week ga ik maken. Olie, sardine met aloe ga ik bakken en dan eten, ja. Maar het is leuk dat je vraagt. Kunnen we dat maken? Zeker weten, het is altijd lekker. Oké, dan gaan we hier even weg. Dan ga ik op mijn Suriname kitchen. Ja, daar zijn mijn kervolgers ook heel veel. Een paar hapje nemen. Even mijn drankje drinken. Heerlijk. Oké, dan ben ik nu op Suriname Kitchen kanaal. De persoon heet Bernard Harpatou. Hallo, die schrijft, hoe kan het deeg rijzen zonder gist? Komt het omdat er gist in het brooddeeg zit en het deeg is ook zacht, terwijl mijn deeg vrij stug is? Komt het door die olie dat uw deeg zacht maakt? Nou, dat ga ik jullie zeggen. In die broodmix zit ook gist. Maar daarnaast, ik heb het recept laten zien. Die ingrediënten wat ik erin zet, bakpoeder en een beetje zout, een beetje suiker, zoals ik de recept heb laten zien.
En daarmee met een klein beetje lauw water, dan moet je de deeg kneden. Maar hoe wordt het zaak? Je moet hem zodanig kneden, dat je hem, als je hem zo vasthoudt, dat het heel smeuïg, weet je, zacht is. Maar goed kneden, goed. Niet dat het een beetje klonterig is of grof is, nee, goed kneden, goed. Dat het helemaal fijn wordt. En dan laat je hem rusten en dan wordt het, dan gaat hij rijzen en als je gaat bakken, is het lekker zacht. Binnenkort ga ik een nieuw recept uithalen voor een roti. Ik ga iets uitproberen en dat ga ik jullie laten zien. En het komt helemaal goed. Dankjewel. Dus dat is de tip. Bedankt hè, dat je me volgt. Leuk. Dan schrijf ze nog een keer. Kan je die olie ook vervangen door roomboter? Ja hoor. Ja, je mag ook roomboter zetten. Als je roomboter zet, is het nog beter. Het is nog zachter. Er is iemand die heet Ebru. 27 Alban. Welke kruiden heb je gebruikt allemaal? Wat moet ik zo meteen kopen om dit te maken? Oh, ik had een snelle, heerlijke nasi gemaakt. Zo, welke kruiden? Wat moet ik zeggen? Er zijn zoveel kruiden, maar ik gebruik niet zoveel kruiden, hè, lieve kijkers. Ik maak het heel simpel. Is gebakken uien, gebakken knoflook, een beetje zwarte peper en de groenten en de rijst lekker maken met een beetje piment, korrel erin, kanjoer. Dus die soort dingen. En dan de rijst heel droog maken. En dan die kruiden allemaal bakken. En dan meng je erin, wok je het even snel en dan haal je het weg. En dan zet je een beetje lente ui erop snijden en zetten. Dat is het. Dankjewel. Maar ik maak verschillende soorten nasi, hè. Heel veel soorten. Dus gewoon proberen op je eigen manier. Kom goed. Ik zou zeggen, lieve kijkers, ik heb mooie comments gelezen van jullie. Heel hartelijk dank. En blijven kijken zaterdag en zondag. Mooie vlogvideo van Madhu Vlog. Oké? En ik zou zeggen tot ziens en dag.